Bewoners uit het district Brokopondo hebben de afgelopen periode vaardigheden ontvangen voor het implementeren van duurzaam grondbehoud. Dit gebeurde tijdens de agroforestry training in het district. Dit programma is deel van de grantees Brokopondo en Sipaliwini uit het SAMA-programma. De toepassing van duurzaam grondbehoud is belangrijk voor de kostgronden van het gebied. Wetenschappelijk medewerker agroforestry bij CELOS, Anwar Helstone, noemt deze training belangrijk voor de landbouwers vanwege het aansterken van de intrinsieke motivatie. En volgens hun traditioneel systeem planten zij geen boom, zij kappen een boom. En dat is die mindshift dat we proberen te helpen ontwikkelen, waarbij deze landbouwers meer waardering gaan geven betreffende het planten van een boom. En als je een boom plant, dan kan het zijn een boom waarbij je fruit kan halen, een boom waarbij je voor lange termijn huizen kan bouwen of meubel, of je kan bomen planten die eigenlijk ook beschikbaar kan zijn voor de natuur. En deze, de Glericidia, die zij zelf al kennen als de mespauw. Maar verder hebben we ook de sweetboonkie, ook toen genoemd de wakkie, die we proberen gisteren en eergisteren hebben ze zoveel mogelijk filmmateriaal, fotomateriaal en eigenlijk het verhaal erachter zien uit te leggen. En vandaag zijn we hier in het veld en precies ons CELOS agroforestry systeem hier zo te introduceren. Landbouwer Nancy Jonathan meent dat deze training zal bijdragen aan de nieuwe manier van gewassen bouwen. Tijdens de training is de landbouwers ook een nieuwe manier van grondgebruik aangeleerd, zegt Jonathan. Dan leren we ook dat ik kan, behalve de groenten zijn, ik kan planen, boom ook to CD's aan, dit gewassen zijn. Ja. En ik vind van de soroja, dat ik vind dat de zijn de crossbeet toen zie. Maar van mij zie je dat ik kan planen moro voor in een petit pisse grond, zijn abi. Dat ik kan planen voor dapen. Wat heb je bedoeld? Een petit pisse ja, dat ik kan planen voor ja. Maar ik ben een groot begin dat ik kan planen. Dus ik ben een baan ja. Dat is dapen dat ik moet doen baan naar baga. Dat is dapen dat ik moet doen baan naar baga. Maar ik kan planen, ik zal bij ja. Het overbrengen van de vaardigheden is succesvol aangeslagen bij de landbouwers. De volgende training vindt plaats in oktober, maar dan voor de bewoners van Asidonghopo.